Ja, het is weer tijd voor wintersport. En denk je aan wintersport natuurlijk, dan denk je wellicht aan racletten en de apres-ski. Dus we hebben heerlijke, snelle spare ribs in de raclette. Ja, spare ribs, altijd een hele leuke klus om te doen, maar de ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. En wij gaan jullie laten zien dat je heel snel mooie spare ribs kan maken binnen een uur. Mooi is dat we daar ook nog een heerlijke mooie kaassaus gaan maken daarbij. Dus dat wordt echt super gaaf. En lekker. Spare ribs heb ik hier. Het vliesje gaat eraf. Dat is wel belangrijk, dat je die mooi eraf haalt. Hoppakee. Dus dat hebben we dan gedaan. Dan hebben we die. Ja, de hele kruidentuin heb ik hier. We gaan een mooie rub maken. Wat je daar ziet liggen... Ja, wat is het allemaal? Dat is zoete paprikapoeder, gedroogde tijm, oregano en basilicum. Daarnaast zie je peper, knoflookpoeder, uienpoeder, zeezout en terwijl ook daar de bruine suiker, oftewel rietsuiker wat wij hebben gebruikt. Dat hebben we nodig om de spare ribs te gaan beruppen. Oké. Is dat een nieuw werkwoord? Beruppen? Ja, het klinkt goed. Ja, hè? Dit husselen we even. Gehusteld. Dan even zo lekker over je ribs heen. En dan goed kruiden altijd, hè? Ja, jongens, lekker die smaken erop. En dan is, ja, dit moet wel even marineren. Ja, want de tijd die jij zei, dat is dus niet een uur. Nee, dus ze hebben de gaartijd, hè? Ja. Dus de bereidingstijd van... Jij zegt al een uur kun je eten, maar ja, dat kan dus niet. Dat is wat enthousiast. Ja, nou, ja, dat klopt. Nee, dat kan dus niet. Nee, daar hebben we gelijk in. Hoe lang moet het marineren of 6 uurtjes, intrekken? Minimaal 6 uurtjes. Meen dat? Gewoon, ja, lekker joh. Dus over 7 uur kan ik eten. Ja, nou, dit is wel een beetje van de koude kermis thuis, maar goed. Ja, ja, maar ik heb misschien al een ander lekker receptje wat we tussendoor kunnen maken. Weet je. Oh, oké. Die filmen we dan niet, maar dan kan ik je hier gewoon wel tevreden houden. Ja, heel goed. Lekker die rub erop. Zo willen we dat, een beetje aanduwen. In dit gedeelte ga ik wel de ribs leggen. Dus direct of indirect? Direct. Direct. Maar omdat ik hem zo laag kan neerzetten is dat geen probleem. Doe je dat, ja, nou, dus dan kan het. Ja, doe je op een andere barbecue moet je dus echt indirect doen. Ja, dan leg je hem ernaast. Maar met je deze kun je dus aan die hendel te draaien, precies. Kun je hem lager zetten. Ja, en dan kan het gewoon op zo, op die manier. Oh ja. En nou zo, een uur hè, hadden we gezegd, een uur. Ja, dus de timer nu zetten. Kwartiertje op deze manier. Houd wel in de gaten, hè, omdat het toch wel direct boven het vuur ligt. Kijk of het niet hard gaat, dan kan je hem altijd nog even iets verplaatsen. Maar 15 minuten maximaal. We zijn een kwartiertje aan het garen aan de ene kant. Raclette. Raclette is zeg maar een kaas hè? En dan speelt je dat van boven en dan wordt het geschraapt. Dan glijdt de kaas er vanaf en dat op een broodje of dat soort dingen. Zoiets gaan wij ook doen, alleen doen we het hier in de skillet. We hebben hier gruyère kaas. Die gaat erin. Zorg dat je gewoon een mooie smeltkaas hebt en een emmentaler. In de pan. Op die manier. Daarbij. Kookroom. Ja, scheutje room inderdaad. 60 milliliter ongeveer. Voilà. Dit is echt wintersport, hè? Dit? Ja, is leuk toch? En dan hebben we hier wel. Oh, kijk. We hebben hem. Labeltje. En dan dit zetten we zo meteen in het laatste kwartier. Als de spare ribs weer terug gaan op de barbecue, dan gaat deze erbij. En dan smelt dit zo meteen heerlijk, jongen. Oh. Dat was... Genieten. Genieten inderdaad. Dat wordt echt lekker. Ja, top man. Yes sir! Kijk eens. Kijk, dat is wat je wil. Lekker die eerste grill erop. Want hoe lang ligt hij er nou op? Nou, 15 minuutjes hè. 15 minuten? Ja. En dan gaan ze eraf en dan gaan we ze inpakken. Ja, en dan gaat hij. We gaan hem dus inpakken en dan een half uur erop. Oh, je gaat het biertje ook echt gebruiken? Maar ik heb een beetje dorst joh. Ja, ja. Dat is fire food of je biertje. Precies. Ja. Ja, echt waar. Lekker. Even verkrijgbaar hè, bij diverse winkels. Dus, Oh, je giet er nu gewoon bier bij? Ja. Op die manier. Zo. Moet er nog meer bier bij? Of... Ja, een klein slokje of zo. Hoppakee. Nou, die is mooi ingepakt. Ja, deze ook. En wat gaan we dan doen als ze ingepakt is? Ja, dan gaan ze terug op de barbecue. Ja. Voor een half uurtje. Oké. Nou goed, dan stel ik voor dat je die andere net zo in gaat pakken als deze. Ja, hè. Ook met bier erbij. Juist. En dan gaat hij richting de barbecue. Nou, tot zo. Bastiaan, hoe gaat het met de ribs? Het wekkertje ging. We zijn een half uurtje verder. Een rubpan. Daar zijn ze, dan gaan ze er weer vanaf. Ja, ik zou zeggen, ze zien er mooi uit, maar dat kan ik niet zeggen. Nee, dat is lastig. Maar... ze ruiken wel lekker, moet ik zeggen. Toch? Ja, ja, die geuren. Oh, heerlijk. Dus ik denk ook goed. Ja? Wat zeggen ze? Yummy, yummy. Ja? Ja. Okay. Eat me. Ja, ik ben benieuwd. Ja, precies. Maar nu gaan ze eigenlijk voor de laatste keer op de barbecue. Ik denk, we kunnen al lekker smullen, maar... nee. Ha ja, ho. De cheese, die hadden we, weet je nog wel. We hadden de raclette. En deze, die ga ik even in smeren met wat rub. Nee, geen rub, maar puikensaus. De spareribs? Spareribs, ja. Als je dan een heel mooi close filmt. Ja? Ja. Blijf filmen. Blijf filmen. Dan gaan we de kwast nog uitsperen, neem ik aan. Ja, precies. Kwast. Ja. En dan hebben we zo lekker eroverheen. Dus. Oké. Die erop. Die erop. Dan. De racletkaas. Die erbij. Zodat het lekker kan smelten. En dan zijn we goed bezig. Nou Bastiaan, ik heb de kaas hier al neergezet. Ja, mooi hè? En die is echt waar. Die is heerlijk gesmolten. Ja hè? Dus dat is echt, dus ik neem aan dat dat helemaal de bedoeling is. Een soort sausje is. En een ribjes. Oh kijk, dat ziet er ook mooi uit hoor. Een uurtje. Precies. Nou, ik ga even kijken. Ja, het klopt. Precies echt precies een uur. Toch? Ja. Even kijken. Ja. Het zijn toch wel mooie ribjes. En dat inderdaad in een uur, ja. Gewoon lekker. Super. En wat we doen nu is snijden op deze manier. En dan moet niet zo lang mijn vingers likken. Oh, en dan ga je ze. Oh, ja. Lekker zo. Gaan ze lekker erin. In die. Nou, ik ga alvast wel even zeggen, mensen. Zoals je weet, elke vrijdagochtend om 8 uur is er een nieuwe barbecue video. Dus als je nog niet Fingerlicking good. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het alsjeblieft, want het is echt wel leuk. Elke vrijdagochtend kun je genieten. Inspiratie voor het weekend. En nou ja, dit is toch heerlijk. Kijk nou. Wie had het ooit bedacht? Gewoon spareribs met kaas. Precies. Komt-ie. En dan dip je hem zo in lekker de kaas. In. En dan. Goed. Mm. Ja? Ja. Ah. Er valt weinig meer te zeggen. Met een uurtje. Ja. Heerlijk. Mensen moeten het gewoon maken. Ja, absoluut. Geniet ervan. Bastiaan, tot volgende week. Ja. Heb je van volgende week weer iets lekkers op de planning? Dat wordt heel erg lekker volgen. Ja? Ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan even wachten. Tot volgende week.